Hallo. Hallo. Hey, dat zullen we even uitdoen, hè? Ja. Marcelino, hallo. Mike. Nou, dat is een heel belangrijke plaats in een keuken, hè? Ja. De spoelkeuken. Het draait er zo. Ja, want als het hier niet goed gaat, dan gaat het allemaal fout. Ja, vooral zaal. Dat ziet er niet meer uit, natuurlijk. Nee, daar kan je niet meer terugkomen. Nee. Waar moet een goede afwasser de spoelkeuken nou aan voldoen? Wat is belangrijk? Het personeel moet flexibel zijn. Iedereen moet zich de hele tijd inzetten. Het is niet dat je een keer langsloopt en niks meeneemt, want dan komt hij helemaal vol te staan. Ja, als het rest dan al helemaal vol zit, hoeveel bordjes gaan er dan op een avond doorheen? Oh, zeker 1000. Meer dan 1000? Ja. Zo. En als ze nou niet schoon zijn, je controleert, hoe doe je dat? Want je wast het af, ja. Je moet spik en span weer teruggaan. Ja, het moet natuurlijk schoon in de bordenkast, want die is 100 graden. Dus 100 graden? Gaat gelijk aan koek als je het erin doet. Ja. Dus wij controleren dan als we de plateaus eruit halen, gewoon groot, grof, zeg maar, of ze dan schoon zijn. We hebben een afwasserbord, een finish afwasserbord, in het leven gebracht. Dat betekent dus dat alle afwassers van alle restaurants in Nederland daarvoor in aanmerking kunnen komen. Het enige wat ze hoeven te doen, is gewoon eventjes naar onze Facebookpagina en dan iets plaatsen, een leuke foto, of waarom zij denken dan daarvoor in aanmerking te komen. En het leuke is, de beste 8 die de meeste likes krijgen, die komen in de finale onder toezicht oog van een vakkundige jury. Nou, okay. Vind je het leuk? Ja, dat klinkt leuk. Oké, dan sta je meteen genomineerd, want ik heb pas 2 afwassers geïnterviewd. En jij bent nummer 2, dat is al een competitie. Goed? Ja. Succes. Dank u wel.